Dit is het DRTV-nieuws van vrijdag 28 december met vandaag. Sint-Jurien aangepakt. Het meisje met de zwavelstokjes. En geen carnavalsoptocht in 2013. Het water in de IJssel is de afgelopen week fors gestegen. Maandag bereikte de rivier een hoogte van 5,60 meter boven NAP. Tijdens de herfstachtige kerstdagen is er opnieuw veel neerslag gevallen en inmiddels is het water gestegen naar 5,90 meter boven NAP. Maar daar blijft het hoogstwaarschijnlijk niet bij. Hoeveel het water nog zal stijgen is afhankelijk van de neerslag in Nederland en Duitsland. De gemeente heeft inmiddels het draaiboek hoogwater in werking gesteld. Eventuele voorbereidingen tegen wateroverlast op de Wellen beginnen pas vanaf een waterstand vanaf 6 meter boven NAP. Ter vergelijking, het muurtje tussen de Wellen en de Wellenkade heeft een hoogte van 6,30 meter boven NAP. Bij het Papieren Theater aan de Papenstraat 50 vindt de voorstelling Het meisje met de zwavelstokjes plaats. Deze voorstelling wordt al sinds 1990 gespeeld op 28, 29 en 30 december. Nou, Het meisje met de zwavelstokjes is een hele romantische, ouderwetse voorstelling. Het is een verhaal, een sprookje van Hans Christian Andersen. En het is een heel droevig verhaal. Het speelt in de kerstdagen af. Een arm meisje die zwavelstokjes, dat wil zeggen dus in moderne termen lucifers, verkoopt. En het lukt helemaal niet en ze is bang. En dan gaat ze eigenlijk in een hoekje bij het huis zitten. En dan krijgt ze allerlei verschijningen van een kerstboom, een kerstgans, een kersttafel. En uiteindelijk door oma. En het eindigt er heel droef mee dat zij dus doodgaat. Grimmelikhuizen verwierf bekendheid met voorstellingen die veelal een variatie waren op Kandinsky. Hij reisde met die toneelstukken de hele wereld rond. De voorstelling Het meisje met de zwavelstokjes trekt ook, zei het in Deventer, stevast aan het einde van het jaar bezoekers. Omdat het een prachtig verhaal is en ik heb steeds mensen die elk jaar weer terugkomen naar deze voorstelling, omdat ze dan eventjes weer dit sprookje willen zien. Het is een typisch kerstverhaal en zo. Sommige mensen worden ook, moeten echt helemaal om huilen. Zo romantisch en ontroerend is het eigenlijk en zo allemaal. En het is een hele korte voorstelling. Hij duurt maar een kwartiertje. Maar het is, er zit van al kunst en vliegwerk, alles zit erin. Van, ik vind het aan de ene kant leuk om te doen. Ik bedoel, meestal doe ik hele experimentelere dingen met mijn papieren theater en met mijn voorstellingen. Ook een heel ander soort muziek en zo van mij. Ik vind het nou in deze tijd wel leuk. En zeker als ik er heel veel mensen plezier mee doe om dit verhaal te spelen en nog een keer te spelen, dan doe ik het met plezier. Voor dit weekend zijn er nog plaatsen beschikbaar om de voorstelling bij te wonen. En anders zult u weer een jaar moeten wachten. Gisteren is bekendgemaakt dat de carnavalsoptocht, die gepland stond voor zondag 10 februari 2013, niet doorgaat. Dit komt omdat de gemeente Deventer aanvullende eisen heeft gesteld en hier kan de federatie Deventer Carnaval niet aan voldoen. Naar verluid komen de extra kosten van onder andere meer gecertificeerde beveiligers en de straten en pleinen schoon opleveren op 1500 euro. In navolging van het besluit van de carnavalfederatie hebben de vrienden van de Waagschaal ook besloten dat er geen feesttent op de Brink neergezet wordt. Want ook zij worden geconfronteerd met de te dure aanvullende veiligheidsmaatregelen. De gemeente heeft vorige week nog geprobeerd de carnavalsoptocht te redden, maar dat heeft niets uitgehaald. In Sint-Jurien zijn verschillende ruimtes opgeknapt, waaronder de Sint-Joriszaal. Afgelopen week vond de heropening plaats. Wat er gebeurd is dat de grote zaal, die was in eerste instantie afgesloten. Die is volledig opgeknapt, dus daar is alles natuurlijk opnieuw geverfd. Maar daar is ook, er zijn stoelen, tafels, servies, dat soort zaken zijn allemaal nieuw aangeschaft, zodat de bewoners daar gebruik van kunnen maken. En een aantal van de andere ruimtes zijn opgeknapt. Het plan om Sint-Jurien op te knappen was van oorsprong veel groter.
In eerste instantie zou Sint-Jurien, er zou nieuwbouw komen. Mm-hmm. Dat was ook allemaal in kannen en kruiken. Maar vervolgens kwam er vanuit de overheid signalen dat er nogal wat wijzigingen zouden plaatsvinden op het gebied van de zorgswaterpakketten die geïndiceerd werden. En om de bewoners van Sint-Jurien daar toch in tegemoet te komen, want ja, die leefden de laatste tijd zonder de openbare ruimtes, hebben we besloten om die ruimtes zo snel mogelijk te renoveren, zodat de bewoners en de buurt daar toch weer gebruik van zouden kunnen maken. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten en stuur een mail naar redactie@deventerrtv.nl.